Dus toen ben ik uiteindelijk wel naar Pakistan gegaan. En toen kwam ik dus met Afghaanse vluchtelingen te werken. En dat heeft mij wel heel veel geleerd. Dat je niet vanuit vooroordelen moet gaan leven. Maar vanuit liefde voor mensen. Want ik had een angst voor Afghanistan. Daar was toen de Taliban echt extreem moslimachtig. Nou, daar hoef ik echt helemaal niet naartoe. Maar uiteindelijk kwam ik daar. En de Afghanen met wie ik te maken kreeg waren zulke soort lieve mensen. Dat ik dacht, ja, dat zijn gewoon allemaal schatten. Is dat iets wat vanzelf gaat, dat je dan over die vooroordelen heen stapt? Ja, dat denk ik wel.